Europa ziet wel de splinter in ons oog, maar niet de balk in het eigen oog. Dat is het gevoel in Slowakije na de dood van Jozef Jovanic in ons land. Jan Baljouw sprak met de Slovaakse oud-eurocommissaris Jan Fiegel, die het heersende gevoel verklaart dat mensen in Oost-Europa tweederangs burgers zijn. Jan Fiegel was in 2004 de eerste Europese commissaris voor Slowakije en leefde 5 jaar in België. Hij is ook persoonlijk betrokken bij wat Jozef Jovanic overkwam, want zijn dochter zat op hetzelfde vliegtuig. Hij begrijpt niet wat de politieagenten heeft bezield. I was surprised by the excessive force used by a group of policemen and with a lack of kind of human touch from the individual policemen and then also from the emergency servicemen. Fiegel schreef een brief naar de voorzitters van de Europese Commissie en het Europees Parlement en eist een duidelijk standpunt. Anders ondermijnt de EU zijn moreel gezag in de wereld, zegt hij. When European institutions have been quite vocal after the death of George Floyd in the United States, it would be shameless if we stay silent inside of European Union, at home. This could be kind of double-face policy. Maar deze zaak heeft voor Jan Fiegel nog andere pijnpunten blootgelegd. Veel Slovaken voelen zich in België vaak behandeld als tweederangsburgers, zegt hij. Many people from Central and Eastern Europe who live now in Belgium because it's a heart of European Union, they claim that frequently their rights are abused or that they are not fairly treated either by police or by other state bodies in Belgium. And I think this case is an invitation for Belgian authorities and in broader sense for Belgium as a country, as a nation, to improve, to do something against any abuse of power. I wish that this death is not wasted, because if there is improvement, it becomes a sacrifice for a better future. Slowakije heeft lang onder het communisme geleefd. Iedereen was officieel gelijk, maar de realiteit was helemaal anders. Dat maakt de Slovaken extra gevoelig voor ongelijke behandeling. People are concerned or very sensitive on these divisions. Many of them ask now, are travelers, people in Belgium, divided according their nationality? Would this treatment happen if the man was Flemish or Belgian? And we need good answers. De EU levert geregeld kritiek op de slechte naleving van de rechtsstaat in onder meer Hongarije. Lipisch in doei. In de landen in de regio leeft al het gevoel dat zij onder een extra groot vergrootglas liggen van de EU. En daarom ook mag de EU niet zwijgen over Jovanic, zegt Fiegel. Is what happened in Belgium is that undermining this message from the EU that the rule of law is important? It's not undermining if EU is really fair eastward and westward. Is that not the case? You have the impression? We shall see. But we need to see that deficits of rule of law or legal state are criticized not only in the East but also in the West, and especially improved or eliminated for future. Nobody is perfect, but truth liberates everybody. So truth about Belgium helps Belgium to improve, to learn, to change.